Welkom, beste kijker, op het webkanaal van Dominicanen. We zijn begonnen aan een reeks rond het Marcus-evangelie. Het is het kortste, waarschijnlijk het oudste evangelie. En in de eerste uitzending hebben we stilgestaan bij een nieuwe benadering, een grondige benadering van hoe lees je een tekst van 2000 jaar oud. En we doen dat samen met professor Geert van Ooyen. Welkom. Geert, vorige keer heb je duidelijk gemaakt dat je een andere wijze van lezen gebruikt dan toen je student was. Toen had je heel veel aandacht, of moest je aandacht hebben aan de historische achtergrond. Nu lees je een tekst zoals deze van Marcus. Je laat hem tot u komen. Maar kan je dat misschien nog even duidelijk maken voordat we met, voordat we met een voorbeeld beginnen? Ja, zeker. Ja. Ja, misschien een metafoor die vaak gebruikt wordt om het verschil tussen het historisch lezen te benadrukken of het verschil met een narratief lezen. Mm-hmm. De metafoor is heel eenvoudig. Men zegt dat men in het historische lezen de tekst die men leest eigenlijk beschouwt als een soort venster. En het eigene aan een venster is dat je erdoor kan kijken en dus mm-hmm. de andere kant ziet van de werkelijkheid die beschreven wordt. En historische critici die gaan proberen de tekst te lezen om te weten wat er gebeurd is. Dat kan zijn in het leven van Jezus of in het leven van de christelijke gemeenten die de teksten hebben gecreëerd. Of misschien zelfs in de geest van de evangelist. Ja. Maar dat is allemaal over het verleden. Ja. En het beeld dat gebruikt wordt voor het narratief lezen is de tekst als een spiegel. Dus daar kan je niet doorkijken, maar je ziet dus die tekst voor je in zijn geheel. Die komt op u af en die doet u ook confronterend naar jezelf kijken. En vandaar dat een onderdeel bijvoorbeeld van de narratieve kritiek, ik heb de vorige keer herinnerd u nog gesproken over de retoriek, dat zit in de kant van hoe is die tekst geschreven. Maar een ander aspect is wat men noemde in het Engels reader response. Wat is het antwoord van de lezer op die tekst? Hoe wordt hij geïnterpeleerd? En wat ik interessant vind in narratieve kritiek is dat men eigenlijk in eerste instantie zich niet de vraag stelt van wat is er theologisch juist of past dat in een dogmatisch kader, maar dat men de tekst laat spreken en dat uiteindelijk iedere lezer die tekst kan lezen. Ik bedoel daarmee, je hoeft dat niet noodzakelijk binnen een context te doen van ik ben een gelovige, ik ben een niet-gelovige, dus ik kan daar niet aan. En ik ben een gelovige en ik kan dat wel verstaan. De tekst roept ons gewoon op om te reflecteren over onszelf. Ja. Dus het is eigenlijk een zeer interessante manier om een dialoog van interpretaties aan te gaan. Omdat elke lezer zal op zijn manier die tekst proberen te de tekst proberen te verstaan. We kunnen dan een keer proberen met een stuk tekst. Wat heb je gekozen? Wel, ik wil eerst zeggen dat eigenlijk elke tekst in zo'n Marcus-evangelie zou kunnen dienen om narratief gelezen te worden. Ja. Omdat elke tekst die we kiezen, elk klein stukje, past in het geheel. Moet ergens passen in het geheel. Ja. Dus waar ik ook de sleutel neem om het evangelie open te breken, ik moet ergens uitkomen bij de grote thematieken van het evangelie. Mm-hmm. En waarom niet een verhaal dat heel veel mensen kennen en dat tot de verbeelding spreekt natuurlijk. Een blinde die weer gaat zien, dat is in hoofdstuk 8, vers 22 tot 26. Mm-hmm. Een kort verhaal van de genezing van een blinde. Misschien daarbij zeggen dat er nog een tweede verhaal is van een blinde over Bartimeus in hoofdstuk 10. Herinner je dat ik gezegd heb dat Marcus heel graag herhaling gebruikt? Ja, ja. Dus hij heeft twee blinde verhalen, net zoals hij twee broodvermenigvuldigingen heeft, bijvoorbeeld. Hè. En dat is het eerste verhaal. Nu, wat hebben we gezegd van die narratieve kritiek? We gaan kijken hoe dat verhaal is geschreven. Voordat we beginnen te zeggen, wat is daar eigenlijk nu? Wat is het thema? We gaan kijken hoe het is geschreven. Ik weet niet of er je dingen opvallen, Mark, maar bijvoorbeeld, heel veel mensen zitten met de gedachte, om genezen te worden moet je geloven. Mm-hmm. Er zijn wel één of twee teksten in Marcus die in die richting gaan, waarin Jezus zegt, uw geloof heeft u gered. Vrouwen met de bloedvloeiing bijvoorbeeld. Ja. Maar heel veel wonderverhalen en genezingsverhalen spreken niet over dat thema. En in de tekst die we hier hebben, en die we wel aan de kijker kunnen tonen, daarin is geen sprake over dat je moet geloven.
En een tweede iets wat opvalt, dat is het enige wonderverhaal in heel het Nieuwe Testament dat niet van de eerste keer lukt. Dus alsof Jezus een tweede poging nodig heeft. Want wat gebeurt er? Dus Jezus spuugt, dat is een in de oudheid vrij gebruikelijke vorm als genezingsmiddel. Hè. Mm-hmm. Wordt het nu nog dikwijls gebruikt bij kindjes. Hè. Je moet een beetje speeksel op doen en dan wordt genezen. Wel, dat komt daarvan. Hè. Maar er zijn veel mensen in de oudheid, en niet in het minst bijvoorbeeld keizer Vespasianus, die door speeksel mensen kan genezen. Mm-hmm. Ja. En dat, daarna zegt Jezus, nadat hij hem de handen opgelegd heeft aan die blinden, ziet u al iets? Nou, dat op zich is natuurlijk vreemd, maar dat leidt natuurlijk al in dat die blinde een vreemd antwoord zal geven. En hij zegt namelijk, jawel, ik zie mensen, ik zie ze als bomen, ik zie ze lopen. Met andere woorden, het is nog allemaal floe wat hij ziet. Dus om het oneerbiedig te zeggen, maar Jezus is gebuist bij dat mirakel. Dat lukt niet van de eerste keer. Dus hij doet dat nog een keer opnieuw, zoals de tekst zegt. De handen op zijn ogen leggen. En toen kon de blinde zijn ogen openen. Hij ziet beter en hij kan alles scherp zien. Dus dat is het tweede van het hoe dat het verhaal verteld wordt. Namelijk, we zitten hier niet met een klassiek verhaal, maar door andere woorden, de aandacht van de lezer, de spiegel staat voor mij, de aandacht van de lezer wordt getrokken door dingen die een beetje abnormaal zijn in vergelijking met de andere verhalen. En nu moeten we dus proberen te verstaan, hoe komt dat? Wat roept dat bij mij op? Ja. Wel, dan als narratieve lezer ga ik kijken waar dat verhaal zich bevindt in het evangelie. En het bevindt zich precies nadat Jezus zich heel boos gemaakt heeft tegen de leerlingen. Ze hebben 2 broodvermenigvuldigingen meegemaakt en ze hebben niets begrepen van wie hij is. Mm-hmm. En Jezus zegt tegen hen, en hij is heel, heel boos, hij zegt, begrijpen en verstaan jullie het nog niet? Is jullie hart dan versteend? Jullie hebben toch ogen en je ziet niet, de blinden, hè? Jullie hebben oren en je hoort niet. En dan zegt hij nog een keer, begrijpen jullie het nog niet? Dat is heel harde taal, zeker over het versteende hart. Ja. Dat is hetzelfde woord dat Jezus gebruikt over de fariseeën. Ja. Dus met andere woorden, de leerlingen worden hier gelijkgesteld met mensen die er niets van begrijpen eigenlijk. Ja. En zelfs tegenwerken. Ja. En dan komt daar, ik zou bijna zeggen, uit de lucht gevallen. Dus narratief gezien is dat ook, hoe? Waarom staat dat daar? Ja, dat is giswerk, zie je. Je kunt niet een logisch verband vinden tussen die 2 verhalen. Je moet het op een symbolisch niveau gaan zoeken, op een metaforisch niveau gaan zoeken. En dan komt daar dat verhaal van die blinde plots opduiken en die genezing lukt niet van de eerste keer. Wat is er aan de hand in die relatie tussen die leerlingen die niet begrijpen en die blinde die 2 keer een stap nodig heeft om te kunnen zien? Hebben de leerlingen misschien ook 2 stappen nodig om te kunnen zien? Moeten ze misschien ook iets doormaken eerst, ja, kritisch verstaan, en om dan uiteindelijk toch tot iets te komen, de ontdekking wie Jezus is. Mm-hmm. Nu, dat heb ik verteld over wat er vooraf gaat. Maar wat komt er na het verhaal, als we toch plaatsen in het geheel? Ja. Na het verhaal hebben we de fameuze belijdenis van Petrus. Waarin Jezus vraagt, nadat hij hem gevraagd heeft, vertel een keer wat de andere mensen over mij denken, de vraag gesteld heeft, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus is de woordvoerder van de rest, dus hij neemt alleen het woord, maar hij spreekt in aller naam. En hij zegt, jij bent de Messias. Je bent de Messias. De Christus, hetzelfde woord. Hè? In het Grieks staat het trouwens, Christus, ook in de tekst. Je bent de Christus. Alsof Petrus begrepen heeft wie hij is, plotseling Jezus. Maar er is geen enkele aanleiding toe. Er is alleen dat verhaal dat verteld wordt over die blinden. Er staat eigenlijk zelfs niet bij of de leerlingen erbij waren of niet. Wat mij doet bevestigen dat het eigenlijk een boodschap voor de lezer is, hè, die gegeven wordt. Maar Petrus wordt de woordvoerder en begrijpt plotseling wie Jezus is. Mm-hmm. Nu zou je kunnen zeggen, halleluja, we doen de boeken dicht. Petrus heeft begrepen. Hij heeft hem begrepen, het einde van het verhaal. De blijde boodschap is begrepen, Jezus is de Messias. Dan komt er een heel vreemde wending in het verhaal. Mm-hmm. Want Jezus die maakt zich eigenlijk opnieuw boos tegen Petrus. En die zegt, je snapt het niet. Hè? Hij verbood hem met iemand over hem te praten. En hij begint hem uit te leggen
dat de mensenzoon zal moeten lijden, door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden ter dood worden gebracht en na 3 dagen pas opstaan. En Petrus begint Jezus de les te lezen en aanvaardt niet dat hij spreekt over lijden. En hier komen we eigenlijk tot de echte betekenis van wat is die tweede stap die de leerlingen nog moeten maken om te kunnen begrijpen wie Jezus is. De eerste genezing is dat ze Jezus zien als de Messias en de Christus, maar ze snappen nog niet goed wat ze bedoelen. Het is toch vloeg? Ja, het is een boom. Ze zien Jezus, maar hij is als het ware een boom. En het is pas nadat ze zullen inzien dat Jezus ook moet lijden en dat ze dit gaan proberen te begrijpen, dat ze tot de ware betekenis van Jezus als Messias zullen komen. Nu, één iets moet ik er onmiddellijk aan toevoegen. We krijgen misschien nog de kans om over de leerlingen te praten. Maar ze zullen in het evangelie niet begrijpen wat dat lijden betekent. Dank u wel, Heer, voor deze mooie toelichting. Dank u wel, kijker, om deze reeks te volgen. Tot de volgende keer.